En je hebt al eens gezegd dat het publiek en wat zij deden bij de rust met Valencia, die wedstrijd die toch ook een beetje kantelmoment was in die Champions League-campagne, ja, dat het iets is waar je altijd zal bijblijven, wat uniek was. Hoop je daarop dat weer gebeurt? En ja, kan je ons terugnemen naar dat moment en hoe belangrijk dat was voor de ploeg en voor het wedstrijdverloop en om die wedstrijd te winnen, dat zoiets gebeurde? Ik denk dat wij ongelooflijk tevreden zijn over ons publiek, moeten zijn ook, want wat zij allemaal al gedaan hebben. Het is ook geen toeval dat wij thuis al zoveel matchen hebben gewonnen. Hè. En ik blijf erbij, als we tegen Shakhtar die fouten niet maken, hebben we ook veel kans om die match naar ons toe te trekken met ons publiek achter ons. Jammer genoeg gaan we voor de rust een paar keer serieus in de fout. Op 4 minuten, 5 minuten en is de match eigenlijk uit de handen gegeven. Maar dan zelfs heb je in de tweede helft nog gezien dat het publiek is blijven steunen. Dat je zelfs nog twee keer scoort. Jammer genoeg pak je ook nog 2 doelpunten in die tweede helft. Maar dat publiek zorgt altijd voor een meerwaarde. En we hebben een oproep gedaan met de spelers, met de staf. En die oproep is ook beantwoord. Er is veel kans dat het morgen een vol huis is. Dus dat is fantastisch. Dat we die match voor een vol huis kunnen spelen, is eigenlijk schitterend. Dus, en die supporters zullen weer heel belangrijk zijn voor ons. Het is 7 uur, het is een ideaal uur. Kinderen kunnen ook nog een keer meekomen. Hè. Als je om 9 uur speelt, is het altijd veel moeilijker, maar 7 uur valt wel mee. Ze gaan onze 12e man weer worden. Hè. En dat maakt een serieus verschil toch thuis.